Op hele jonge leeftijd kwam onze dochter in aanraking met de jeugdhulpverlening. Vanwege haar gedrag was er thuis een onveilige situatie ontstaan. En ze werd daardoor al heel snel uit huis geplaatst. Wij als ouders hadden weinig inspraak eigenlijk op de plek waar ze kwam en over de zorg die werd aangeboden. Ja, pas na 10 jaar werden we uiteindelijk gehoord als ouders en werd er naar onze gevoelens gekeken. Want vanaf het moment dat we in het jeugdhulpcircuit verzeild raakten, waren we kwetsbaar, onzeker en wisten we niet waar we aan toe waren. Ja, je komt dan vervolgens door beslissingen van anderen in een wereld terecht. En die draait dan vervolgens ook nog eens een keer om macht en geld en keuzes die anderen voor je maken. Ik hoop dat de nieuwe raadslieden en de wethouders zich minder gaan focussen op geld. Want geld betekent stress bij instellingen en vervolgens ook weer bij de cliënten. Ik hoop dat men zich meer focust op de hulp die geboden moet worden, waardoor er passende zorg komt voor de jongeren.